Een christelijke gemeente die goed bekend staat. Er zijn geen dwalingen, iedereen gaat trouw naar de kerk en er vinden ook geen vervolgingen plaats. Ze hebben een goede reputatie, dus daar ligt het niet aan. Maar dan ontvangen ze een brief. Een brief die hen vertelt dat er iets grondig mis is. Sardis, een stad met een roemrijke geschiedenis. Een stad van grote welvaart. Het was de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydië en bleef ook onder het Perzische en Romeinse bewind welvarend en erg belangrijk. Dit was niet voor niets. Sardis was gelegen op een rotsachtige plateau en de scherpe loodrechte wanden van deze plateau maakten de stad tot een onneembare vesting. Een stad die nooit omvergeworpen kon worden. Van deze glorie is in de tijd van het schrijven van Openbaring weinig over. De brief uit de Openbaring is gericht op de gemeente die zich bevindt in deze ooit zo grote stad Sardis. Ook van hun goede tijd lijkt weinig meer over te zijn. Dit blijkt wel uit het eerste vers. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. In deze brief gaat Christus op bezoek bij de gemeente in Sardis. Het belangrijkste tijdens dit bezoek is de geestelijke gesteldheid van de gemeente. De bezoeker begint alleen niet met iets goeds, nee. Hij spreekt de aanklacht uit over de gemeente, dat de gemeente dood is. Hoewel de gemeente de naam heeft dat zij leeft, is zij dood. Maar wat betekent deze aanklacht precies? Het woord naam betekent in dit vers zoiets als de naam hebben. Of de reputatie. Wie dus afgaat op de reputatie van deze gemeente zou denken dat het best goed met haar gaat. Dit is slechts schijn. Zij is in werkelijkheid dood. En dat zijn aangrijpende woorden. In het tweede deel van vers 2 bevestigt God deze aanklacht van vers 1. Namelijk dat de werken van de gemeente niet vol worden gevonden voor God. Maar wat als God vandaag bij ons in de gemeente op bezoek zou komen? Wat zou er bij ons aantreffen? Wanneer we kijken naar onze reputatie, onze naam, dan lijkt het misschien heel wat. De preken zijn nog bijbels en volgens de belijdenis. We hebben mooie kerken die op zondag vol zitten. Er wordt goed geluisterd. Al met al. Zo was de gemeente van Sardis dus ook. De gemeente kende geen dwalingen. En de gemeenteleden gingen trouw naar de kerk. Er waren ook geen vervolgingen. Maar misschien is dat nu juist de reden dat de gemeente geestelijk dood is. Ze bestaan uit naamchristenen en dat doorziet Christus in deze brief. In het tweede vers komt naar voren dat er nog hoop is op herstel. De woorden "wees wakende en versterk het overige dat sterven zou" geven aan dat er in de gemeente van Sardis nog zijn die dicht bij God leven. Maar ook zij dreigen slaperig te worden. Ze moeten volgens deze oproep niet de slaap vatten, maar wakende blijven. Maar daarbij klinkt nog een opdracht. Versterk het overige. Dat betekent dat ze de andere gelovigen moeten wakker schudden en wijzen op hem. De stad Sardis was, zoals ik aan het begin al zei, een machtige stad, een onneembare vesting. Ze hadden een goede reputatie. Deze reputatie zorgde alleen voor nalatigheid. De wachters aan de poorten waakten niet meer over de stad. Deze onneembare vesting is door onoplettendheid van deze wachters maar liefst 2 maal in de geschiedenis verrast en overwonnen door vijandelijke legers. En hier kunnen we iets van een overeenkomst zien met de geestelijke gesteldheid van de christengemeente in Sardis. Want wanneer een kerkelijke gemeente de naam heeft dat zij leeft, een goede reputatie heeft, sluipt het gevaar naar binnen dat we niet meer alert zijn. Dat we niet meer opletten op allerlei gevaren. Dat we naamchristenen worden. Want allerlei andere dingen gaan onze aandacht opeisen. God geeft ons daarom in vers 3 een waarschuwing. Zoals de vijandelijke legers de stad verrasten in haar hoogmoedige slaap, zo zou God ook komen als een dief in de nacht om het oordeel aan te zeggen. Indien gij niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief. En gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Na alle bestraffende woorden is er ook een bemoedigend woord tot de gemeente van Sardis. Doch gij hebt enige weinige namen, ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben
en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn, zo staat er in vers 4. Door Gods genade zijn er in de stad van Sardis nog te vinden die niet slapen, die geen naamchristen zijn. Hun klederen waren niet bevlekt. Klederen zijn in de Bijbel een beeld van onze verhouding tot God. Vieze kleren zijn een beeld van de zonde en daardoor de verbroken verhouding tot God. In Sardis werden er nog mensen gevonden die onbevlekte klederen droegen. Dit betekent niet dat ze zonderloos waren, integendeel. Maar zij mochten weten dat hun zondeklederen, hun zondekleren, gewassen waren in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zij mochten met hem wandelen, in witte klederen. Was mij, en ik zal witter wezen dan sneeuw, zegt Psalm 51. Zijn jouw kleren gewassen in Jezus bloed? Zul jij wandelen met hem?